En Lianne is door uh, in je jonge leven door heel wat periodes gegaan, maar hier zit een stralende jonge vrouw. Maar het is wel eens anders geweest. Je hebt een clip gemaakt Light over Darkness, en dat is ook ja. echt jouw leven. Ja. Ga even naar kijken. Wat ik zie is een vrolijk feest. Je loopt lekker met een glas wijn, een beetje dansen. En dan kijk je iedere keer naar, naar wat. Uh, nou, eigenlijk naar een, een, een spelletje om uh, geesten op te roepen. Dit is me namelijk zelf overkomen toen ik 12 was. Toen werd er op een kinderfeestje werden die spelletjes gespeeld. En uh, toen heb ik meegedaan aan dat spelletje spelen. Het is occult, hè? Ja, een occult spelletje was dat. En uh, ik had geen idee. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik dacht, oh oké, okay, ik doe wel mee. We hebben dat spelletje gespeeld en toen uh, ja, vervolgens ging ik naar huis. Ik vertelde dat aan mijn ouders en die zeiden, oh, dat moet je niet doen joh, dat is niet zo goed. En toen uh, wilde ik gaan slapen en op het moment dat ik wilde gaan slapen kwamen er uh, geesten in mijn kamer. En, en ik, ik schrok daar uh, enorm van. Je zag ze binnenkomen? Ik zag ze binnenkomen en ik wist, ik wist oprecht niet wat ik moest doen. Ik was eigenlijk een beetje uh, ja, dat je verstijft van, uh, van de angst, niet weet je wat je moet doen. En uh, toen vervolgens was het eigenlijk zo dat het enige wat ik kon bedenken is dat ik de naam Jezus moest zeggen. En ik, ik wist dat niet, niemand heeft me dat ooit verteld. Dus ik zei gewoon Jezus. En toen vervolgens toen, uh, gingen die uh, geesten onmiddellijk weg. En vanaf dat moment dacht ik: Oké, okay, als dat Jezus is, dan moet ik daarbij horen. Ik wil aan die kant horen, iemand uh, die me beschermt. En, uh... Laten we even naar je clip ja. kijken, want je hebt het ook op een hele bijzondere manier uitgebeeld: hoe ja. je daar in bed ligt en hoe je, als het ware, ja, een stukje bevrijding aanvaardt. Mm -hmm. Merk jij, want je werkt met probleemjongeren, dat heel veel jongeren gevangen zitten in, uh, in iets wat, wat, uh, waarvan je zou willen dat het niet zo zou zijn? Ja, ja heel erg. Ik had uh, toevallig uh, anderhalve week terug nog een jongetje die heel veel zei: uh, Charlie, Charlie. Elke keer als de computer even vastliep of wat dan ook. Dus ik zei: Waarom zeg je dat? En uh, dat is het spelletje wat we ook uitbeelden in de clip: uh, dat is namelijk een uh, spelletje waarin je, je geest oproept. En uh, hij vertelde dat hij dat ik jou had gespeeld en hoe bang hij daarvoor was. En de jongetjes, uh, het tien jaar, die komt elke week bij ons. En in één keer uh, zei hij dat. En uh, toen zei hij, heb jij dat ook wel eens gehad? Toen vertelde ik wat ik toen had gedaan en dat ik daar bang voor was. En uh, uh, nu niet meer, dat ik niet meer bang hoef te zijn. Toen zei die eerste, nou dan zal Jezus mij wel irritant vinden, want ik heb dat niet gehad. En toen zei ik, uh, Ma maar heb je dan wel eens gebeden daarvoor als je bang was? Toen zei hij, nee, heb ik eigenlijk niet gedaan zeg ik, nou hè, dan kan je dat volgende keer doen. Of je appt mij even op Instagram en dan uh, stuur me een berichtje en dan uh, zal ik voor je bidden. Toen zei oké. Okay. En toen liep hij nog weg en toen zwaaide hij nog. Toen zei hij, ik ga bidden hoor, ik ga bidden hoor. Dus, uh, dus ja, zij dealen daar heel veel mee. Het dus een enorme uh, verschillende angsten natuurlijk. Ook angst om uh, niks te kunnen bereiken in je leven. Of angst om, uh, ja, dat je soort van de hoop een beetje opgeeft. Ja. Of angst voor hele praktische dingen. Voor gewoon op straat rondlopen of... Uh, ja. Want jij werkt in de mol, dat is een project van Youth for Christ, waar ja. jongeren worden opgevangen. En met name uit de zware problemen en achterstandswijken. Ja. ja, dat klopt. Geef eens een beeld van hoe jouw dag eruit ziet. Ik buig me vooral over de jongere doelgroep die komt bij de mol. Uh, dus meestal als ik binnenkom op bijvoorbeeld vrijdagen heb ik s ochtends al het gesprekken op school. Dat is eigenlijk voor jongeren of voor kinderen die vastlopen in de klas waar het niet zo lekker gaat en waarvan ouders uh, liever niet te maken willen hebben met uh, hulpverleningsinstanties en wij als buurtteams zijn dan vaak iets toegankelijker, want we kennen ouders al, we kennen de kids al, dus dan mag ik wel één op één begeleiding bieden, dus dan heb ik eerst al die afspraken en uh, dan vervolgens dan, uh, nou, zijn de deuren open, gaan we langs school, dan spreken we namelijk ouders, leerkrachten, kids en dan uh, nemen we een groep kids uh, mee en dan ja, hebben we eigenlijk een soort van tweede woonkamer-effect. Dus gewoon met ze chillen, gewoon met ze zijn, spelletjes doen, even een potje FIFA spelen. En ondertussen zie je dan dat gesprek als bijvoorbeeld dat jongetje die zegt Charlie, Charlie. Of uh, andere dingen, dat ze vertellen in één keer waar ze mee zitten. En dat we daar op die manier dan uh, voor ze zijn. Gewoon dus dat is een lekker beetje mijn dag. in de woonkamer. Ja, eigenlijk uh, nou, net uh, ook op twee banken gewoon zitten en kletsen over het leven. Ja. Wat boeit jou daarin om dag in dag uit bezig te zijn met jongeren met uh, problemen? Want je, je vader is een briljante geleerde, Kees Dekker, toch? Ja, absoluut. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik kies voor de intellectuele wereld. Ja, ja het intellectueel lag maar niet zo, uh, nee? niet zo op dezelfde manier als mijn vader. Uh, ik weet niet, ik heb altijd gewoon een hart gehad voor, uh, voor mensen. Ik ben enorm mensenmens. Ik weet nog dat ik liep in de, in de wijk. We zijn vlakbij daar uh, zelf uh, opgegroeid ook. En ik liep daar een keer langs en ik werkte gewoon in een, uh, een normale hulpverlening uh, een baan, uh, fulltime. En dat uh, nou, ging eigenlijk allemaal prima. En ik had ergens op mijn hart dat ik dacht, volgens mij moet ik wat anders doen. En ik weet nog dat ik daar rondliep en ik zag al die kids uh, tot laat op straat hangen en een rotzooitje van maken. En toen ben ik de mal eigenlijk binnengelopen en heb ik gezegd, uh, ja, kan ik hier niet uh, wat doen voor kids? En toen zei hij, is goed. Dus toen dacht ik, oh, oké, okay, dan ga ik het doen ook. Ja. Dus toen, uh, ja... Je hebt jongeren die verslaafd zijn aan drugs. Jongeren die van gezinnen komen die hier asiel zoeken. Mm -hmm. En in die onzekerheid zitten, krijg ik het wel, krijg ik het niet. Je hebt uh, kinderen en jongeren die van hun ouders vervreemd zijn. Mm -hmm. Je hebt uh, jongelui die van huis weggelopen zijn. Dus je hebt wel een hele uh, scala van uh, problemen. Ja, ja. Kun jij het verschil maken? Ja. Ja, je zegt het aardig. Ja, <laughs> maar dat komt eigenlijk omdat wat ik merk is... is... Dat ieder mens heeft iemand anders naast zich nodig om gewoon het leven door te gaan. En zeker als je uit een, uit een moeilijke plek komt. Uit een plek waar het niet allemaal zeker was en veilig. En waar je niet automatisch al mensen om je heen hebt, Dan denk ik dat het vooral belangrijk is dat je iemand naast je hebt. En dat is wat wij vooral doen bij de mal. Dus absoluut relationeel werken. Het is niet van, ik ben je hulpverlener en ik geef je nu wat je nodig hebt. Waarvan ik denk dat het ook belangrijk is. Maar... Uh... Dat het vooral vanuit, vanuit ons werk belangrijk is. Wij zijn er voor jou en wij geven persoonlijk om jou, omdat God van jou houdt. Dat zeg je ook gewoon, God houdt van je. Ja, waarom niet? Ja. Nou, en meestal nou. vinden ze dat ook heel fijn om te horen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat mensen ja, ja dag, lekker zeg. Ja, ik zit hier in de shit ja. en dan kom je even zeggen dat God van me houdt. Ja, maar ja, we komen het natuurlijk niet alleen zeggen. We zijn er gewoon, ja. elke keer weer. Is dat weer. het geheim, dat je er bent? Ja, gewoon er zijn. Ik denk dat het belangrijkste is van, uh, van gewoon uh, er voor mensen zijn, is ook echt er zijn. Ja. Gewoon af en toe bellen of... Uh, Dan er zit hier belletje. een uh, stralende jonge vrouw die heel zeker over lijkt te komen. Maar ik zag hm. ergens uh, dat je zei van, uh, ik ben altijd onzeker geweest, totdat ik mijn zekerheid vond bij God. Wat, wat gebeurde er in je leven om tot die uitspraak te komen? Um, die uitspraak ging specifiek over, over dansen. Naast jongerenwerk doe ik ook uh, actief dansen. Ook wel eens met jongeren. Maar uh, dat dansen is iets wat, wat ik voor mijn gevoel van God gekregen heb. Uh, maar ik heb daar niet per se een opleiding voor gedaan of, of uh, jaren voor gestudeerd. Dus. En ik mag nu inderdaad uh, in clips dansen die je zo net gezien hebt. Of, uh, optredens en en, en vorig jaar geven. nog op uh, opwekking vorig jaar nog op opwekking ja dat was hartstikke voor leuk voor man ja dat nou, had had nooit gedacht dankjewel ja, ja. wel! maar het is meer uh, in, in dat alles dan denk, denk ik wel eens wie ben ik dan dat ik dat mag doen ja want uh, waarvoor dans je zo graag wat wat wat, wat want je, het is eigenlijk een, een soort sociaal dans hè? want wat je doet is jongeren helpen om verder te komen om iets ja ja, ja. 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 vertel um, nou, dansen is gewoon heel leuk. Dag voorop. Ik had heel veel plezier. Je wilt het niet, met, je wilt en, niet uh... met mij doen, want je staat heel erg op je tenen. Oh ja, nou. Ik kan het je leren een keertje. Nee, maar uh, dansen is voor mij een enorme uitlaatklep. Als ik niet meer weet wat ik moet zeggen, dan dans ik. En ik doe dat uh, al sinds jongs af aan, uh, ook in mijn stille tijd met God. Dan wist ik niet zo goed wat ik moest zeggen en dan ging ik dansen. En ik dacht altijd dat het heel raar was. En uh, toen was ik uiteindelijk, uh, ik denk 21 of zo. En toen zag ik iemand dansen op zo'n conferentie. En toen dacht ik, huh? oh, dat kan je blijkbaar ook uh, openbaar doen voor God. En uh, toen ben ik eigenlijk meer gaan dansen voor God. En, en gaf hij me in één keer superveel opties... Om dus te gaan dansen voor God. En op een gegeven moment ben ik dat ook gaan combineren. Dat ik zei: Ik ga ook uh, uh, mijn talent daarin combineren voor, uh, voor jongeren. Om jongeren te vertellen over wie God is, juist door dansen ook. Ja, want ja. er komen heel veel jongeren op jouw dansschool. Uh, ja, ja, we hebben bijvoorbeeld bij de mall we hebben een tijdje christelijke danslessen gehad. En ze waren allemaal geen christen. Uh, maar ze dachten, oh leuk, is, uh, gaan we lekker dansen met elkaar. Prima. En dan, daarna zouden we gaan eten met elkaar. Dus dat vonden ze wel leuk. Ja. En, uh, en, maar dan hebben we elke keer ook uh, dat we gingen bidden met elkaar. En dan gingen we vervolgens dansen en dan gingen we vervolgens eten. En dat, uh, dat vonden ze absoluut uh, heel leuk. Een heel ja. bijzondere combinatie. Ja. Je hebt een mooi uh, verhaal uit de Bijbel wat je aanspreekt. Ja. Wat niet iedereen kent. Nee. Vertel. Ja, ik vind uh, het verhaal van uh, Hosea en Gomer altijd enorm inspirerend. Hosea is een man uit de Bijbel. En um, die krijgt eigenlijk de opdracht om met een prostituee te trouwen. En dat vind ik een heel apart verhaal. Uh, maar, maar God gebruikt dat verhaal eigenlijk om te zeggen, zo, zo is het ook met mij en de, en de mensen. De mensen gaan elke keer naar verschillende dingen, naar andere dingen. Net als een prostituee elke keer met andere mannen gaat. En uh, uh, hij geeft zeer eigenlijk de opdracht om, om die vrouw tot zijn vrouw te nemen en haar liefde te hebben. En dat, dat vind ik ongelooflijk bizar dat God zo is op die manier dat hij dan dus blijkbaar uh, ons dus zoveel lief heeft... Dat ondanks dat we elke keer weggaan of denken, nu ben ik er klaar mee, of elke keer weer domme dingen doen. Uh, en dat God dan zo'n enorme liefde laat zien in zo'n bizar verhaal. God is verrassend. Ja, absoluut. Wij denken altijd, het moet precies in ons, in ons doofje passen, maar dat past het niet er past het niet in. Dat past er niet in. Nee, nee. 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 Dankjewel. Lianne, heel fijn dat je er was. We hebben genoten van die mooie beelden. Maar ook van uh, wie jij bent. Ga vooral zo door. Ik vind het fantastisch als mensen zich inzetten voor jongeren die uh, op zoek zijn naar hun identiteit. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Ben ik geliefd? Hoor ik erbij? Nou, dat doe jij allemaal. Uh, en uh, dit zeg je ook voortdurend tegen de jongeren natuurlijk. Oh, geliefd, yeah. jij ook. Yeah. Dus ik geef je dit uh, boek van Bobby Schuller: Leven in de Vrijheid van Gods Genade. En van zijn liefde, alsjeblieft. Wat leuk, dank je wel. En als ik in de buurt kom, ja, dan kom ik toch even les nemen. Ja, kom ja. maar. Kom maar lekker op dansles. Okay. <laughs> leuk. Dank je wel.